Welkom allemaal bij deze nieuwsuitzending, een hele bijzondere. Want we gaan het hebben over het corona-gedoe. Het is vandaag, is het 24 maart of zo. En ik heb aan de lijn Jurk en Michael, waarmee ik normaal gesproken op dinsdagavond de Bijbel ga lezen. Maar Jurk stelde voor om deze uitzending te wijden aan het coronavirus. En dat hele gebeuren, dat sociale gebeuren aan te vatten als een onderwerp om dingen uit de Bijbel erbij te pakken. En om het geheel een keer vanuit het geestelijke inzicht te beschouwen. Nou, dat is het plan. Jurk en Michael zijn allebei live. En Jurk, wil jij even als eerste hallo zeggen tegen iedereen? Ja, Perry, ik vond dat gewoon een goed idee om te zeggen van kijk, iedereen is momenteel bezig met corona. Je kunt de tv niet aanschakelen of er is corona op het nieuws of waar dan ook. Je kunt de radio niet aanzetten of er wordt over dat coronavirus gepraat. Je kunt waarschijnlijk ook geen kranten niet open doen, er wordt niet over gepraat. Ik weet, ik lees geen online kranten omdat ik al die cookies niet wil toelaten en een krant kopen doe ik al zeker niet. Mm-hmm. Dus in dat opzicht ben ik van de wereld een beetje afgescheiden. Mijn moeder kijkt regelmatig wat tv, dan loopt dan ook een keer het nieuws en dan luister ik ook eens een keer. Zo weet ik tenminste ook wat er hier in België af en toe een keer te doen is en ik zie welke maatregelen hier in België genomen worden. En ik zeg het eens een keer ganz duidelijk in het begin. Tegen de bevolking. Ja? Ja. In de naam voor de bevolking. Ja, we doen dat allemaal voor jullie veiligheid en dit en dat en zus en zo. Maar in feite is het tegen de mensen werken. Maar de mensen zelf beseffen het niet. Dat is misschien is een van die zaken die we vandaag willen bespreken. Daarom ben ik blij, Perry, dat wij vandaag eens een keer in plaats van een Bijbelstudie een keer zo'n, ik zeg het nou, een beschouwing doen, gelijk dat jij altijd doet. Mm-hmm. Je hebt mij onlangs ook nog een keer uitgenodigd op een van jouw beschouwingen daarbij te komen, omwille van dat jij in je eigen beschouwing iets uitgelegd hebt, waar ik je gezegd heb van, pas op, Perry, dat is een verkeerde standpunt. Mm-hmm. Dat is geen verwijt, maar dat kun je niet weten. En daar zullen we eens een keer over gaan spreken. Daarom heb jij mij uitgenodigd om daarbij te komen. Ja. Vandaag hebben we Michael ook nog bij. Michael heeft natuurlijk een beetje, laat maar zeggen, het probleem dat zijn Nederlands waarschijnlijk niet zo goed is om al die dingen te willen uitdrukken die hij wil uitdrukken. Dus dan vraag ik nu al eens een keer begrip voor onze luisteraars dat hij een beetje meer Duits zou indoen. Ik heb een paar websites voorbereid die man online kan vertalen van Duits naar het Nederlands. Dus we zullen zien dat we dat dan in het Nederlands gaan lezen, maar dat zal waarschijnlijk dan ook niet perfect zijn omdat Google dat direct vertaalt. Maar kijk, het punt is, normaal doen we een Bijbelstudie en dat zijn heel kostbare momenten, want we komen niet veel bijeen en we zijn nog maar gestrand in Genesis kapitel 10 en we hebben nog heel veel Bijbellezingen te doen. Maar op dit ogenblik is de hele wereld in de greep van de nieuwe angstmechanisme die de antichrist uitgevonden heeft om de hele wereld in zijn greep te krijgen en dat krijgt hij door angst, want angst maakt vatbaar voor controle. Ja. En hoe de mensen gecontroleerd worden, amai, amai, amai. Daar kan Perry uit Nederland een keer een bericht geven. En daarom vond ik het zo interessant om dan een keer over te praten. Omdat we hier vandaag eens een keer de zicht en de ervaring uit drie verschillende landen kunnen gaan geven. Ja. Enerzijds hoe dat wij dat ervaren. En anderzijds ook, mijn lieve broers en zussen, omwille van dat over het algemeen, als je iets over coronavirus hoort of zelf ziet op YouTube, er nooit vanuit de geestelijke standpunt over gesproken wordt. Alleen over het wereldlijke. Ja. En wij staan nu eens een keer daarvoor dat wij alles meten aan de Bijbel. En als we iets meten aan de Bijbel, dan moet ook ergens dus de Bijbel als basis liggen van alles. En ja, het heeft met de Bijbel te doen wat nu op dit ogenblik op deze aarde gebeurt. Mm-hmm. En daarom heb ik gezegd van, ik zou dat vandaag heel interessant vinden op deze manier te doen. Michael heeft daar geen tijd voor gehad zich voor te bereiden, dus ik hoop dat hij mij dat niet kwaad neemt. Maar we zullen het hem direct zelf vragen. Hè? Hallo Michael, hartelijk welkom tot onze uitzending vandaag en je neemt het mij toch niet kwaad hoor? Nee. Dank je. Nee, dat doe ik zeker niet. Nee, Mike, ik heb een beetje problemen met die woord corona op dit moment, want ik ben de hele dag bezig met deze woord en ik zit daar in een bureau en alle mijn collega's die hebben daar heel veel last van. Heel veel last van en ik heb de meeste last ervan, van mijn collega's. Niet van de corona, maar voor die collega's, want die zijn heel, heel vreselijk bang. Ja, joh. Ja. En Michael, op jouw werk, jij gaat dus nog wel naar je werk? Ja, op dit moment, ja. En jouw collega's dan ook?
Ja, die ook. En dan komen jullie dus samen in één kantoor, één kantoorgebouw. Ja, in één gebouw, maar we hebben verschillende kantoors. En ik heb mijn eigen kantoor met een collega, maar die heeft nu voor 14 dagen, is die nu op vakantie. Oh. En dan dus op dit moment heb ik mijn eigen bureau, ja. Mm-hmm. En dan met koffie drinken, doen jullie dat samen? Komen jullie wel samen in een ruimte? We hebben een kleine kitchen. Ja, een kantine, ja. Een klein kantine, ja. Mm-hmm. Maar ik drink geen koffie, dus dan maak ik ook een beetje water voor mijn soepen en zoiets. Maar jij moet met je collega's gaan werken. Dus je kan niet op 2 meter afstand iets maken. Dat is, die hebben vreselijk angst. Maar mijn collega met heel veel angst, een vrouw van, ik denk 56, 57 jaren. Die staat bij mij op 70, 80 centimeter afstand. Mm-hmm. En ik dacht, oké, wat nu? Mm-hmm. Moet ik nou uit de kantoor gaan? Maar ja, die zijn vreselijk bang. Die zijn vreselijk bang. Ik heb daar heel veel last met. Ik moet nu, we hebben morgen hebben wij, ik denk, 2 of 3 graden Celsius gehad. Het was heel koud. En wij zitten daar met alle venster open, wegen een virus, voor de virus, ne? Damit die virus niet geactiveerd wird. Ja, das kan je niet voorstellen, ik bin da so boos darüber. Ich kann mit geen mens praten da, weil ich sein continuously bezig met luisteren naar de radio. De hele dag. De hele dag loopt daar de Duitse radio. En iedere 10 minuten. Deze mens is dood. En deze stad die heeft nu ook corona. En de minister van de Buitenlandse Zaken. Hij vertelt dit en dat. En dit is een nieuwe restrictie. En dat zal zoveel geld kosten. En ik kan het niet, ik kan daar niet meer tegen. Ik maak nu mijn eigen programma op YouTube en ik luister daarnaar naar verschillende dingen, meestentals in Engels, want mijn collega die kan niet goed Engels en die weet dan nu niet waarom dat gaat, wat ik daar hoor. Ja, maar dat is een heel probleem, want dit is één thema, dat is corona en we hebben een kleine bedrijf. En nu ook alle klanten en alle dingen zijn nu gecanceld. Dus weten we niet hoe de toekomst zou zijn. En als dat meer is als 3 maanden, is dat echt een groot probleem. Ja. Maar het grootste probleem is niet de corona. Het grootste probleem is de reactie van de mensen. Ja, dat is een heel groot probleem nu. Ja. Ja, dat is het meeste probleem. Ik kan je nu ook zeggen dat is, ik kan de informatie geven dat mijn beste vriend die werkt in het ziekenhuis en ik is mijn beste vriend sinds 1980. Dus okay. We kennen elkaar 40 jaren. Mm-hmm. En die werkt nu 30 jaar, meer dan 30 jaar in het ziekenhuis. Ja. Op station. En heeft ook een medizinische uitbildung. Medische opleiding, ja. Medische opleiding, ja. En ik heb hem ook gevraagd, natuurlijk. Ja, ik ben opgebeld laatste week en zeg, oké, dan wat denk jij ervan? Uh-huh. En, hij is geen dokter of zoiets, maar hij is bezig met de dokters. Uh-huh. En hij zegt tegen mij, ja, weet je, ik heb het hele dag of de hele nacht heb ik met de zieke mensen te doen. Ja, en heel zwaar zieke mensen te doen. Mm. En die heeft ook
op regelmatig met dode mensen te doen, ja, die naar een bed doodgaan en sterven. Sorry voor mijn slechte Nederlands, ik heb het nooit. Ik versta het nog. Ja, dus dat is niet het probleem. Hij is elke dag die hij werkt geconfronteerd met viren en de bacteriën en zieke mensen en dat is niet, daar is hij niet bang voor. Hij is ook niet bang voor de coronavirus of een andere virus. Ja? Hij is vreselijk bang voor die mensen. Want die mensen in het ziekenhuis, die hebben paniek. Die hebben geen angst. Die zijn niet een beetje bang. Die hebben heel grote paniek. Ja? Dat is ook van de, ook de, ook some of zijn collega's. Ja. Die zijn bang. Die zeggen, oh, misschien is dat een heel groot probleem. En we hebben nu dit niet meer. En dat gaan we ook niet krijgen. Mag ik je even onderbreken, Michael? Ja, beetje. Je zei dat die mensen in het ziekenhuis daar heel grote paniek hebben. Ja. En deze corona-uitbraak is een heel grote pandemie aan het worden. Ja, ik weet dat. Ja, we gaan toch eventjes een keer etymologisch dat woord gaan bekijken. Ja, paniek en pandemie heeft als eerste syllabus staan pan. Ik heb dat jou verteld, laatste week. Oh, dat wist ik al niet meer. Ja, kan zijn. Ja, ik heb dat jou verteld. Maar laat me zeggen, voor bijvoorbeeld één ding. In dit officiële ziekenhuis van de Romaanse Katholische Kerk is dit ziekenhuis waar hij werkt. Ja, ja. Ja. Daar hebben zij de desinfectieautomaten van de wand afgetrokken. Uit de muur gebroken. Uit de muur gebroken. En die zijn nu geklaud. Ribbe de bie. Ja, zo zeggen we in Vlaams. Die zijn ribbe de bie. Ah. Ja, okay. Die zijn gepikt. Ja, die zijn gepikt. Ja, van de wand gepikt. Desinfectieautomaten van het ziekenhuis. Ja? Ja. Kun jij dat voorstellen? Ik kan mij dat niet goed voorstellen. Dat is ongelooflijk. Ja, weet je, Perry. Dat moet toch iemand zien? Dan moet er iemand zeggen, oh, wat was dat voor een vreemde geluid? Och, bam, bam, bam. In het ziekenhuis. Ja. Ongelooflijk. En deze paniek, die heb ik ook op de werk. Daar zeg ik ook, oh nee, dat is een gewone virus. Misschien een gewone rippenvirus. Ik ben daar niet bang voor. daar word ik genoemd als stomme jongen. En ik heb dierennamen. Heb ik ook gekregen en dus en zo. En hebben hebben dan heel gelacht en gezegd, ja, een conspiracy theorist. Ja. En ik heb geen enkele argument. Ja. Die luisteren de hele dag naar de radio en televisie, maar geen enkele argument. Die zeggen, ja, dat zijn alles speculaties en dat zijn alles... theorieën of zoiets en die mensen sterven en ik heb die beelden gezien op de televisie met honderden van dode mensen en die hou je kop dicht, ne? Ja, zo. Mm-hmm. Ja. Jeetje. En ik heb ook een nieuwe methode, als iemand tegen mij zegt dat ik een conspiracy theorist bin, dann zou ik hem aanvragen of hij gelooft aan een magische kogel. Aan een magische wat? Een magische kogel. Kogel. Magical bullet. Die kogel van JFK, die vele haken, haken moest gaan slaan om die verwondingen toe te doen aan de mensen die ze geraakt heeft als het over de lone shooter, de eenzame schieter met name Harvey Oswald gaat. Ja, maar dat is de officiële verklaring van de regering, als ik dat weet, ja, dat het een magische bullet was. Ja? Dus daar moet ik geloven aan magie. Ja. Zo. En nu? Ja, precies.
Laat ons mal een keer zien, wat heeft Perry dan te vertellen van jouw werk? Want jij werkt in een sector die ja ook een sociale instelling is, gelijk dat ziekenhuis, waar Michael zijn vriend over vertelde, wat daar gebeurd is. Wat is er bij jou op het werk met corona in verband gebeurd? Nou, ik werk dus op een terrein van ongeveer 1 kilometer bij 1 kilometer. En er zijn dus heel veel woonlocaties waar de bewoners zitten. Wij noemen ze geen patiënten, we noemen ze bewoners. Het zijn geestelijk gehandicapte mensen en ja, die zitten daar de rest van hun leven. Daar kom je niet meer weg. Daar kan je verder niks mee aan. Die moeten dagelijks verzorgd worden. Dus wij mogen elke dag gewoon naar ons werk. Dat vind ik heel fijn. Wij behoren hier in Nederland dan tot de vitale beroepen. En heel bizar, zit ik 's morgens dus in mijn eentje in de bus. Die bussen die ik hier langs zie rijden zijn ook altijd maar 2-3 personen misschien eens een keer. Of soms 1 of geen zelfs, ja. Ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. En de busregeling is dan teruggeschroefd naar de busregeling van de kerstfeestdagen. En dat is het verder niet zo erg, maar... Dus dan, essentiële basisbehoeften alleen nog maar. Ja, ja. En dan op het terrein is iedereen heel... Ja, we hebben het er helemaal niet over, eigenlijk. In het begin is er wel over gesproken. In het begin was er ook een van de begeleiders en die had de tv aan. Maar ja, die mensen op die locaties, die zijn zonder meer al gespannen. En emotioneel moet je ze heel rustig houden. Dus de enige tv die wij overdag aan hebben, dat is met kinderfilmpjes. Mm-hmm. Toevallig vandaag had iemand een soort ghetto blaster meegenomen. En werden er allemaal muziekjes gedraaid. Leuke hitjes. Het was hartstikke gezellig. Want wat ze afgekondigd hebben. Normaal gesproken gaan die bewoners 's morgens gaan ze naar hun werk, tussen aanhalingstekens. En dat is de dagbesteding. En dan worden ze daar een uurtje of 5-6 bezig gehouden. En dan gaan ze weer terug naar de woonlocaties. En in die tijd dat die bewoners op de dagbesteding zitten, dan maak ik in die paar uur alles schoon. Maar dat kan nu heb ik dat dus niet. Nu zitten die mensen dus de hele dag op de groep. En dan zou je denken, nou, dat geeft een ontzettende puinhoop. Maar dat is helemaal niet zo. Het viel me echt zo ontzettend mee. En eigenlijk zijn die bewoners, ja, moet ik zeggen, volgens mij vinden ze het wel leuk. Wel lekker dat ze niet weg hoeven en ze krijgen toch aandacht. En die mensen die normaal gesproken op de dagbesteding zijn om de bewoners te begeleiden en bezig te houden, die brengen nu dan huisbezoeken. Nou, dus dan wordt iemand bezig gehouden bij ons op de groep, we maken hem uit. En de sfeer is prima en iedereen doet gezellig tegen elkaar. En hoe is het voor de rest in Nederland met met de regering en de maatregelen die daar genomen worden? Nederland is daar denk ik het zachtste land van de 3 die hier bijeengekomen zijn. België is denk ik het strafst wat dat aangaat, voor zover dat ik dat kan beoordelen. Wij hebben hier een min of meer uitgaansverbod sinds verleden week donderdag om 12 uur. Alle winkels, behalve voedingswinkels en apotheken, zijn gesloten. Op de autosnelweg staan borden dat je geen onnodige verplaatsingen meer mag doen. Je mag niet meer dan 2 mensen tegelijk samen zijn. Vandaag was ik in de dierenartspraktijk met mijn hond. Ik ging met mijn moeder met de rolstoel binnen en ze wilden alleen maar ofwel mijn moeder ofwel mij binnenlaten. Dus maar 1 mocht in die praktijk überhaupt binnen. Daar heb ik dus heel veel ruzie gemaakt voordat we dan met z'n 2 binnen konden. Want ik heb ook rust de hele tijd buiten te staan en te vriezen. Dat is ook niet gezond. Nee. Ik wil maar zeggen, van hier in België is dus een absolute paniek. En je ziet dat ook met die mensen die je in de stad of zo, die je tegenkomt. Die hebben absoluut paniek op hun gezicht geschreven. En ook als je gaat winkelen en dergelijke dingen meer. Iedereen die in de winkel werkt is nerveus tot en met. Dus dat is hier heel, heel erg. Ik weet niet wat die ervaring daarvan is in Duitsland. Kan Michael misschien een paar minuten over uitweiden. En jij kunt eens niet keer zeggen hoe het in Nederland is. Ik weet alleen dat Nederlanders problemen hebben met de Belgen die nog over de grens kwamen. Vooral afgelopen weekend. Om daar feestje te vieren en te gaan drinken. Omdat bij jullie nog de cafés en dergelijke open waren. Ja, ja. En die mensen dat terrasje deden aan zee.
En dat mag hier natuurlijk al lang niet meer. En nu hebben ze in Nederland ook een probleem met de Belgen die afkomen. En ze gaan daar ook striktere maatregelen toepassen. Kijk, we hebben nog heel veel dingen te gaan bespreken. En ik heb je gezegd, we gaan het een beetje over een geestelijke standpunt hebben ook. Maar laat ons nog eventjes een keer zien. Ik heb juist verteld hoe mijn ervaring hier in België is, voor zover dat ik het kan vertellen. Met mijn werk, ik ben taxichauffeur. Ik ben maandagvormiddag en woensdagnamiddag economisch op werkloosheid gezet. Ik heb verleden week in het weekend, zaterdag en zondag, telkens een ganzen dag, telkens 11 uur gewerkt. Of dat ik dat volgend weekend kan, dat weet ik nog niet. Mijn baas laat het mij weten. Als ik niks hoor, ga ik werken. En anders laat hij mij weten, als ik niet nodig ben, dan ben ik ook dan werkloos. En met mijn zelfstandige job van wijnverkoper kan ik ook niks meer doen, want ik kan mij niet verplaatsen om bij mensen te gaan, thuis te zitten en wijn te laten proeven, want je mag niet met verschillende mensen bijeenkomen. En daar leef ik niet meer een keer van. Dus ja. De financiële neerslag of weerslag is nog iets anders. Dat moet nog een keer bezien worden, hoe dat geregeld kan worden. Maar zover eventjes een klein verslag uit België. Misschien eventjes nog een klein verslag van Michael uit Duitsland. En ten afsluiting dan Perry uit Nederland. En dan gaan we eens een keer over een paar dingen gaan spreken, die ik voorbereid heb voor jullie te gaan lezen. Geweldig goed plan. Nou, Michael, vertel eens, hoe is het met de maatregelen in Duitsland? Ja, dat is afhankelijk waar jij woont. Ja, dus je hebt hier verschillende Bundesländer, ja, en zoals Limburg en zo, ne? Provincies, en dat is dann heel verschillend, ja. Hier, waar ik woon, da moet je een afstand houden van 2 meter tot de nächste mens. Mm-hmm. En daarvoor zijn verschillende bedrijven niet meer... Ja, mogelijk. Bijvoorbeeld die haarkapper. Mm-hmm. Kijk, als je naar dit hier kijkt, coronavirus-infecties in Duitsland. Je hebt een map van Duitsland, van die verschillende Bundesländer. Mm. En Nordrhein-Westfalen, dat is toch waar jij woont hier, hè? Ja. Is het meest bevallen met het coronavirus op dit moment, ja? 9.087 geïnficeerd op dit ogenblik. Hè? Ja, maar de reden is, dat is de provincie met de meeste mensen. Ja, dat weet ik. Er zijn 11 miljoen mensen of zo die daar wonen. Ja, Evenveel als in België. Ja. Maar het punt is gewoon... maar ik wil maar even zeggen, gewoon van kijk eens een keer op de kaart, dan kunnen we een keer zien, als Michael daar spreekt over die Bundesländer. Mhm. En dat zijn actuele getallen. Ja, 24 maart, 20:45. Ja. We zijn nu 21:45, dus een uur geleden. Dat is redelijk up-to-date. Ik heb die site speciaal opgezocht om eens een keer met deze dingen informatie te kunnen gaan geven. Dus Michael, alstublieft, vertel verder. Ik laat die kaart. Ja, je hebt verschillende bedrijven, die mogen niet, die zijn niet open. Ja. Bijvoorbeeld die... De pubs, die zijn niet open, die zijn closed. En die haarkapper, friseuren, die mogen niet meer. En, ja, bij ons ook. Alles dicht, Tattoo studios en sowieso. Dus deze services die jij offert naar verschillende mensen binnen, ja, die zijn het probleem. Ik heb gisteren gebeld naar die ministerie van Gezondheid. En die heeft mij verteld, dat is geen probleem buiten. Maar het grote probleem zijn bedrijven die haar service offeren binnen. Ja, die mogen dat niet meer. En ik heb nu op dit moment, of 2 minuten geleden, heb ik een heel interessante website gevonden. Die dat ook zegt, die dat ook vertelt, dat... deze virus last heeft en dat je de kwijt wordt buiten en met UV bestraling. Oh, ja. Ja? Nee. Dat zegt die. En die mens die dat zegt hier is een vrouw, dat is de virologin, professor Karen Mölling. Ik kan de link maar plaatsen in de chatbox hier. Ja, dat doe ik zo. Ja, dat heb ik nu gedaan. Ja, die vertelt, maar dat doet ze niet op de mainstream. Dat is klaar. Mm-hmm. En zij zegt dat daar is geen pandemie. En zij heeft ook verteld dat ze denkt dat is een heel slechte beslissing.
met deze regulaties van de staat, van de regering. Okay. En ze vertelt dat hij solutie is dat zij is HIV forscherin. Oh, ik weet dat niet in Nederlands, sorry. Onderzoeker. HIV-onderzoeker. En dus, en dat is haar professie. Ne? Zij is virologin. Ja? Zij doet die onderzoeking van deze dingen. En sie sagt, ja, sie vertelt, dass es kein großes Problem ist und dass, ja, das ist ein Sort of Influenza. Ja, das ist ein Sort of Influenza. Und sie sagt, dass die Solution ist, wir brauchen Luft und Sonne, Luft verdünnt die Viren und Sonne mit UV-Licht tötet sie. Ja, wir haben Luft nötig und Sonne und die Luft die verdünnt. Verdünnte Viren und die Sonne mit die UV-Licht, die tot. Die macht die Virus tot. Huh? Ja, aber was sagen sie uns von der Regierung? Wir müssen binnen bleiben, wir mögen nicht mehr weiterkommen. Ja. Ja. Der Remedie wird verboten. Ja? Ja. Das ist das, was den Feld auf näher kommt. Ja, pass auf, ist bleibbar ein sehr interessanter Artikel hier. Ich soll die hier beihalten, die können wir dann later in die Beschreibungsbox von dem Video damit beitun, um dann ein bisschen darüber zu gehen sprechen. Ich fand auch diese Seite hier ganz interessant, um das ist nicht hätte gern besehen. Aber okay, die Maßregeln sind das in Belgien und in Deutschland mehr oder weniger dasselbe. Hier in Belgien ist alles verleden Weg. Ich sage, behalve Supermärkten, die das Foodings-Dinge verkaufen, macht nichts mehr open. Und dann noch, ich habe hier einen Hyper-Carrefour, gar ich auf einem Freitag kann winkeln, das ist so ein sehr großer Supermarkt. Die verkaufen auch Televisies und so dergelijke Dinge. Die komplette Abteilung von Elektro war gesloten. Opa. Ja, das können wir allein mal. Blijkbaar, ik heb daar niet echt op gelet. Mijn moeder heeft me daar vandaag nog over aangesproken. We hebben daar eventjes over gepraat. Je kunt daar dus blijkbaar alleen maar voedingsdingen gaan kopen. Ja? Want als natuurlijk alle elektrozaken moeten dicht doen, dan kunt je niet zomaar alles in de supermarkt gaan kopen, want dan heeft die natuurlijk een voordeel ten opzichte van andere winkels. Dat zou niet eerlijk zijn. Ja. Dus je mag blijkbaar op dit moment geen telefoons kopen als je een nieuwe smartphone of zo nodig hebt. Je kunt geen computer kopen, je kunt geen televisie kopen. Al die winkels zijn dicht. Ja? Je krijgt niks. Je alleen nog maar die dingen van de dagelijkse behoeften. Ja. Dat is in Duitsland ook zo. Dat is helemaal zo, ja. Ja. Blijkbaar is dat min of meer overal. De Medimarkt, die hebben gesloten. Kledingwinkels. Gewone Apotheek is geopend, gewone winkelbedrijf is open, maar die luxuszaken die zijn gesloten. Ja. Ja, bij ons zijn die winkels zijn nog wel winkels open, en vanaf 12 uur 's middags tot 5 uur, maar eventjes. En dan geldt bij de heel veel winkels staat er dan dat je met niet meer dan zoveel mensen naar binnen mag. Ja, dat is het dan. Ja, dat is bij ons ook. Eén klant per 10 vierkante meter. Een afstand van minimum 1,5 meter onder elkaar. Mm-hmm. En dus winkels gelijk de Lidl, daar staat een persoon buiten en laat dan zoveel mensen binnen die aan de andere kant terug buiten komen. Naarmate dat er buiten gaan, mogen er terug binnen. Je moet altijd een winkelkar meenemen. Ja, of dat je nu iets koopt of niet. Je moet altijd met een winkelkar binnen. En vandaag in de biomarkt heb ik nogal ruzie gemaakt met die verkoper. Die wilde mijn inkopen zelfs niet in mijn tas gaan doen. Dat heb ik nu geen goesting om die over Skype uit te leggen. Maar dat is echt een absoluut belachelijke zaak. Maar goed, kijk. Oké, dan hebben we al een keer een idee over wat in België is. Wat in Nederland is en wat in Duitsland is. Nu heb ik toch een paar dingen voorbereid. En ik vind dat wij daar eens een keer over zouden moeten spreken. Om het eens een keer te gaan bekijken vanuit een spirituele punt. Ja? Ten eerste wil ik jullie een keer bekendmaken met dit. Het is waarschijnlijk een beetje moeilijk ook voor jullie om te lezen. Het is ook voor mij heel klein, dus ik moet ook proberen dat goed te gaan lezen. Het is een gebed aan de heilige corona. Jawel, de Romeins-Katholieke Kerk heeft een heilige die noemt corona. En deze heilige corona is de heilige voor ziektes, gelijk deze, een seuche. Ik weet niet hoe noemde dat in Nederlands. Een seuche, een pest, een epidemie, dingen. Een
Maar de verschil is dat deze corona, deze heilige corona, die is al dood. Ja, ja, oké, okay, natuurlijk. Want de heiligen in de Romeins-Katholieke kerk zijn alleen maar doden. Ja. Waar tegen in de Bijbel die heiligen alleen maar de levenden zijn. Dat is een heel groot verschil. Dank u, Michael, om daar nog een keer op te wijzen. Ja, ja. Ik zal dat gebed zeker eventjes gaan voorlezen. En als je zegt van, oh, vertaal dat toch eens een keer naar het Nederlands, dan zal ik het in het Nederlands vertalen voor zover dat wij dat samen kunnen. Michael en ik en Perry, die we hier samen zitten. Maar het is in feite niet al te moeilijk te verstaan. Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes vergibst und alle seine Gebrechen heilest, der du dich nennst der Herr, unser Arzt, und deinen geliebten Sohn gesandt hast, dass er unsere Krankheiten trage, blicke herab auf uns, die wir demütig vor dir stehen. Moet ik alles zeker zeggen in dit gebed waar er staat hier, uw geliefde zoon naar ons gestuurd heeft, dat hij onze ziektes dragen. Die enige ziekte die Jezus van ons gedragen heeft, is de ziekte die alle mensen zo graag willen vergeten, namelijk de ziekte van de zonde. Ja. Ja? En dan gaat het niet over lichamelijke ziektes, dan gaat het over geestelijke ziektes. Ja? Dat is dus het probleem in deze hele coronatijd op dit moment. De mensen zijn alleen maar bezig met de lichamelijke ziekte van de coronavirus, of dat die nu bestaat of niet, is weer een andere zaak, laat ik niet keer in het midden, in plaats van met de geestelijke ziekte. En dat is iets, deze zin die komt niet van mij, die heb ik van Abdul, dat is een Memra TV, noemt die zijn YouTube kanaal, dat is een voormalige Syrische, dat is een Syrische orthodoxe christ. Sorry. Oh. Ja, ja. En, begrepen. Dat is geen Mohammedaan. Maar die is dan dus in de christelijke gemeenschap groot geworden. En die predigt veel van de Bijbel. Maar hij predigt ook futurisme. Dus ik ben daar niet meer op geabonneerd. Want op futuristische kanalen ga ik mijn abonnement niet voortzetten. Eens ik dat weet. Die heeft een uitzending gedaan ook over corona en die heeft een heel belangrijk punt gemaakt die ik ook eventjes wil maken, maar die komt dus niet van mij, die komt van hem. Hij heeft gezegd dat wij ons niet altijd moeten bezighouden met die virus die hier op het vlees op ons naartoe afgelaten wordt, maar dat we ons nog veel meer moeten bekommeren om de geestelijke virus die de mensheid bevallen heeft sinds de val van de mensheid, namelijk de zonde. Ja. Want dit leven hier gaat sowieso voorbij. Wat maakt het uit? Maar we moeten toch daarvoor zorgen dat we voor het volgende leven in orde zijn. Mm-hmm. Dat we in orde zijn met onze Heer. Dat we in orde zijn met Jezus Christus en met de Vader God. Met die Vader God kan alleen maar Jezus Christus ons verzoenen. Mm-hmm. Hij is de enige mediator tussen mens en God, zoals in de Bijbel geschreven staat. Dat vond ik een heel belangrijke punt. Ja? En dus hier in dit gebed waar gezegd wordt van de Heer, onze dokter en die je geliefde zoon gezonden hebt, dat hij onze ziektes dragen. Kijk neer op ons die wij in demoed voor je staan. Mm-hmm. Ten eerste, als je demoed hebt, demoed toont voor je God, dan sta je niet, dan knie je. Ja? Dan zit je op je knieën. Ja? Dus, er zijn zoveel dingen die fout zijn in dit gebed. Als we daarover beginnen, dan gaat deze uitzending 24 uur duren. Daar heeft geen mens tijd om te bekijken. Maar wees je dan ervan bewust hoeveel fouten in zo'n gebed alleen al zitten. En Jezus werd dus niet gestuurd om ons van onze lichamelijke ziektes te genezen, maar om ons van de geestelijke virus te genezen, die daar is, de zonde. En hij heeft onze zonde op zich genomen. Okay, in der zweiten Alinea geht das Gebet fort und sie sagen, wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, gedenke deiner Liebe und Güte, die du je und je deinem Volk in Zeiten der Trübsal gezeigt hast. Wie du die Versöhnung Aarons gnädig angesehen und der ausgebrochenen Plage Einhalt geboten hast. Wie du Davids Opfer angenommen und dem Engel, dem Verderber, befohlen hast, seine Hand abzulassen, so nimm auch jetzt unser Gebet und Opfer an und erhöre uns nach deiner Barmherzigkeit. Wende diese Krankheit von uns ab. Lass die, die davon befallen sind, wieder genesen. Beschütze die, welche durch deine Güte bisher bewahrt geblieben sind und lass die Plage nicht weiter um sich greifen. Heilige Maria, Heil der Kranken, bitte für uns. Heilige Corona, bitte für uns. Heiliger Sebastian, bitte für uns.
heilige Rochus, bitte für uns. Hier wurden bis auf Ende 4 sogenannte Heilige angesprochen, alle mal doden, das ist Nekromantie. Ja? Das hat Geburtwort gesprochen, in der ersten Platz hier allmächtige Gott. Ja? Und anderen wird dann 4 Kehren in Tode sogenannte Heilige angesprochen, im Platz von Gott, im Platz von Jesus. Behalve, dass hier geschrieben steht, dass Gott seinen einigen Sohn gestürzt heeft, um uns von der Siegte zu genesen, wird hier Jesus Christus selbst helemaal nicht vernoemd. Ja. Da soll man sich doch alles eine keer Fragen über stellen, als het over ehrliche, spirituele Gebeten soll gaan. Ja. Wat denk jij daarvan, Perry? Ja, ja, zonder meer. Ik ben er verbaasd van dat ze dus een heilige corona hebben. Oh ja, daar komt nog meer direct. Wacht maar. Oh, oh. Ik heb nog meer voorbereid, vriend. Ja. Oh, geweldig, hier. Leuk. Hier. Sankt Corona, steh ons bij. Van de website jesuiten.org. Ach nee. Ach ja. Nee, dat is nu in Duits. En als je wilt, kan ik die pagina eens een keer vertalen. En dan zullen we een keer proberen dat zo te lezen. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat nu goed vertaald is. Ja, ja wacht niet. Die artikel staat dus normaal gezien in het Duits. En jullie kunnen ja meelezen. Hè? Je kunt dat ja allemaal zien op mijn scherm. Santa Corona help ons. De katholieke kerk heeft ook een heilige corona. Zij is zelfs de beschermheilige tegen epidemieën. Vader Thomas Gertler, SJ, dus Sociedad Jesus, ja, keek naar de heilige en ontdekte dat ze ons echt kan helpen. Dus een dode Romeins-katholieke heilige kan ons levenden echt en daadwerkelijk helpen. Beweren. Dat is gewoon. Ja, hè? Dat is mooi. Ja. Dan heb ik nu geen last meer van corona. Het is een heilige. Ja, Michael, neem deze artikel morgen een keer mee op het bureau. Huh? Dan krijg je waarschijnlijk niks aan werk meer gedaan. Ja, ik heb een ander probleem daar. Maar zie je, dat probleem is, als je al dat weet, dit weet, ja, als je dat weet, dat maakt niet uit. Want zij geloven de radio en zij geloven de televisie. Dat is het probleem. Ja. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Daar kan je helemaal niks tegen doen. Ja. Ze zijn zo overtuigd dat deze grote aantal van mensen en professoren en experten en dit en dat. Ja, daar kan geen enkele fout zijn. Ja, want die zeggen alle dat hetzelfde. Dat het hooggevaarlijk is. Hebben we nog nooit geheeft. Nog nooit gehad. Dat was nog nooit daar. Dat is de grootste gevaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, dat heb de grootste Duitse krant, die Bild-Zeitung, die heeft dat geprintet. Ja, die heeft de grootste gevaar, de grootste challenge. Uitdaging. Uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja? Jeetje. Ja. Dat wilde ik nog vragen net over jouw vriend in het ziekenhuis. Vindt hij dat er in het ziekenhuis heel veel gevallen zijn van corona? Nee, niet in zijn ziekenhuis. Ja, hij is op een station waar oude mensen zijn. En het is een privé-station. Ik heb daar geen enkele geval gehoord. Dat was laatste week vrijdag, denk ik. Ja. Heb ik niet gehoord. Maar weet je, dat is. De virus is niet dat probleem. Dat probleem is de geloofde van die mensen. Ja, ik zeg dat op een bepaalde manier. Het probleem is dat geloofde van die mensen. Dat is dat probleem. Ja, die geloven niet aan God, maar die geloven aan de televisie, aan de wetenschap, ja, science so called. Daar geloven ze eraan. Dat is dat probleem. Die geloven aan de wetenschap, die geloven aan mensen. En dat is wat dat is de reden waar zij zo vreselijk bang zijn. Ze geloven en vertrouwen aan mensen.
Also Geloof hebben nach God en zeggen, okay, ja, ob ich nu sterf von dit of dat, of von einem Auto-Accident, of von Coronavirus, okay, dann ist das so. Ja, maar nee, die hebben vreselijk Angst. Die hebben geen Geloof in God. En dat zie je so heel klar op deze manier. Nu buiten, die mensen die gewoon doen als laatste jaar, dat zijn niet vele mensen. De meeste mensen zijn heel veel vreselijk en die doen wat de regering denen vertelt. En die zijn heel voorzichtig en die hebben, mensen zijn bang. Ja? Die zijn bang, dat is het probleem. Die hebben geen geloof, die hebben geen fundament. In Jezus Christus. Die hebben geen fundament in de Bijbel. Ja? En dat kan je ook vertellen met de Bijbel. Dat heb ik gedaan op maandag. 10 minuten. En die zei, oh, dat is ja interessant. Nee, echt waar. Boah, dat is zoveel. En ik heb hem vandaag weer ontmoet. En die deed zo alsof dat gesprek niet gebeurd was. Oh. Ja? Het heeft helemaal geen zin. Nee, dat idee heb ik ook heel sterk. Ik ga er niet tegen in. En op mijn werk doe ik bijvoorbeeld extra ontsmettingsmiddel. En doe ik alle deurklinken afnemen. En ik zeg het ook tegen de mensen dat ik dat doe. En dan kijken ze heel opgelucht. Oh, gelukkig. Ja, ik weet dat het nergens, het heeft helemaal geen inhoud. En ik hou me netjes aan de regels. Want als je dat niet zou doen omdat je vindt dat het onzin is. En het is onzin. Als je dit niet aan die regels houdt omdat je het vindt, die onzin. En dan krijg je zoveel oppositie. Dat ik denk, dat doen we gewoon lekker niet. We doen net alsof... ik doe als het ware net alsof ik erin geloof. Maar voor de rest in mijn handelen niet. Ik ging bijvoorbeeld in de bus naar huis vandaag. En een collega was er dan ook. Zaten we eigenlijk een keer met z'n tweeën in de bus. En wij kletsen dan altijd. En zij ging op een bankje zitten. En de hele bus was leeg. En ik zei tegen haar van... Zal ik aan de andere kant gaan zitten van het gangpad? Of zal ik naast je komen zitten? Want vorige keer gingen we ieder aan één kant van het gangpad zitten. Maar zij praat niet zo goed Nederlands. Ze komt uit Iran. Mm-hmm. En dat communiceert moeilijk. En toen zei ze... Oh, kies jij maar. Je mag ook naast me komen zitten, hoor. En ze schoof al een beetje op. Ik denk, nou, ga ik lekker naast je zitten. En toen dacht ik nog heel even, oh jee. Straks stopt de buschauffeur de bus en dan komt hij boos naar achteren lopen. En dan denk ik, ga uit elkaar zitten. Maar dat gebeurt nog niet. Nee. Ja, dat moet ik nog even kwijt. Maar... Ik wil een keer graag iets zeggen over dat wat Michael juist gezegd heeft. Ja, ga door, ja, Michael, ja. Ja, het gaat erover van dat die mensen dus schrik hebben en alleen niks van de Bijbel kennen. Jezus Christus zegt in Johannes kapitel 17, en ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken opdat de liefde waarmede jij mij lief gehad hebt en hun zij en ik in hun. Dat is vers 26, dat is een heel interessante, maar daar is nog een andere vers in Johannes 17, en, in Johannes 16, en die is nog veel interessanter. En die zegt in feite dat, wat Michael juist gezegd heeft. Hier luister eens een keer naar Jezus Christus. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat jij in mij vrede hebt. In de wereld zult jij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ja. En wij, die wij in Christus zijn en in Christus geloven en Christus op deze aarde bekennen, wij hebben de wereld ook overwonnen. Ja. Wij moeten ons niet druk maken om deze verdrukking die wij in deze wereld hebben, deze angst en paniekmakerij die wij in deze wereld hebben, want wij hebben zoals Jezus deze wereld overwonnen als we in hem zijn. In hem hebben wij rust, in hem hebben wij vrede. Dat vind ik een heel, heel belangrijk punt van Johannes kapitel 16. Ja, ik kan het alleen maar beamen. Het is precies hoe ik mij nu voel. Ik heb helemaal geen last van angst. Helemaal niet. Ik,
Ik ook. Bij mij is dat ook zo. En daarmee ga je mensen in paniek brengen. Ja, ja, dat is dat. Als jij daar zegt van, ja, maar dat maakt mij allemaal niet uit. Dat maakt je allemaal niet uit, maar ik kan toch doodgaan. Ja, ja, en dan? Ja. En dan? Filippenzen 1:21. Voor mij is Christus het leven en de dood is een winst. Ja. Ja, Filippenzen 1:21. Wacht, ik kan even kijken of dat ik dat juist gezegd heb. Ja, 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 graag. Ken ik dat nog niet. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Ja. En daar is geen andere conclusie nodig, mogelijk naar wat we juist gelezen hebben over Jezus Christus. En hoe dat wij weten dat we in hem vrede hebben. Die vrede die ze ons op deze wereld voorgoochelen, voorlogenen, voor spelen die nooit niet gaan komen. Want de prins van de vrede is alleen maar Jezus Christus. Klopt. En ofwel hebben we vrede in hem, ofwel hebben we geen vrede helemaal niet. Ja. Helemaal waar. Ja. Maar het probleem is dat nu de regering, de gewone mensen vertelt, dat deze mensen zoals wij, die zijn het probleem. Ja? Ja. Die zijn het probleem. Bijbelse fundamentalisten zijn het probleem. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je herinnert je nog die video zeker, die ik een keer getoond heb van Georgetown Universiteit. Ja, ja. Andere fundamentalisten, ook christenen, bij wijze Terroristen zijn en uitgeroeid moeten worden. Ja. Interessante video van Georgetown Universiteit. Als je dat niet kent van mij, Perry, moet je eens kijken. Denk ik niet. Hour of the Truth in Engels. Ik zal je straks een keer de link geven. Dan heb je vanavond na deze zending nog iets interessants om te kijken voor je in je bed kruipt. Ja. Kijk, ik heb mij op deze zending niet voorbereid. Op een paar links na, die we eventjes een keer willen gaan bespreken. Ik denk dat wij zeker nog een tweede zending hiervan moeten maken. Maar niet vandaag, want we gaan het ook niet te lang willen houden. Ja? Je hebt nu gezien, ik heb u dat gebed hier getoond naar de heilige corona. Om een keer aan te tonen van, zo bidden de katholieken. En als je dus hier op deze zijde, als je dat hier wegmaakt, je maakt dat klein, dan zie je hier dus al die gebeden die die mensen gaan sturen. Ja, hier, allemaal. Ja. Dat zijn voornamelijk katholieken die hier aan bidden zijn, en zo verder, en zo verder. Dat was de ene zijde. Dan hebben we een andere zijde die ik nog voorbereid heb. Dat is met de Jezuïten hier. Daar gaan we direct nog een keer verder lezen, als je dat wilt. Dus de Jezuïten zelf bidden, Santa Corona help ons. En alsjeblieft, onze paus op dit ogenblik, de antichrist die op dit ogenblik aan de regering is, is een Jezuïet. En niet de eerste, de beste. Nee. Ja? En dan heb ik hier nog een ander artikel uitgezocht. Een Joodse rabbi. De derde tempel is de enige remedie voor het coronavirus. Ah ja, en nu zeg ik toch al sinds 14 dagen dat ik dat boek ga lezen van Steve Wolberg, Exploding the Israel Deception. A Jewish believer exposes false prophecies about Israel, the temple and Armageddon. Vandaar, Perry, dat ik je aansprak op dat Armageddon-ding, want dat staat in dit boek op bladzijde 72 en 73, die foutleer daarin. Ja. Yeah. Het is een schitterend klein pocketbook, zoals men dat noemt, denk ik. Hè? Pocketbook, zeg je dat zo, Floms? Ja, pocketbook. Dat is de grootte van mijn hand. Nu, ik heb niet zo'n kleine hand, maar Michael kan dat beamen. We hebben ongeveer de gelijke grootte van handen, dus dat boek is niet groter als de hand. En heeft maar iets meer dan 100 pagina's, 120 pagina's, kleine 125 pagina's, 130 pagina's. Is redelijk groot gedrukt, dus een heel interessant boek en daar ga ik het lezen. En daar gaat het dus ook over die derde tempel. Ja? En hier hebben we een artikel, die ik ook ins Nederlands kan vertalen met deze Google Translate dingen in Google Chrome. Dat is sehr praktisch op deze browser, moet ik eerlijk zeggen. Dat een Israëlische Rabbi zegt dat Corona, wat vertaald Kroon bedeutet, betekent. Gestuurd worden is om ons eraan te herinneren dat de ware kroon van deze wereld nog mankeert. En wat is de kroon van deze wereld? Een heropgebouwde derde tempel van David. Hier in beeld. In Jeruzalem. Daar gaat het om. Ook een heel interessante artikel. Niet zo lang zoals je kunt zien, maar daar gaat het gewoon over het feit van die tempel.
En die tempelpolitiek en die politiek van Israël is een politiek die de werkelijke vervulling van de 70ste weekprofessie van, profetie van Daniel, kapitel 9, vers 24 tot 27, afleunt. En zegt, dat is zo niet gebeurd. De 70ste week is niet vervuld. Die moet in de toekomst vervuld worden. Dat heeft er allemaal mee te doen. Dat boek Exploding the Israel Deception en dat tweede boek van hem, End Time Delusions, heeft daarmee te doen. Deze artikel heeft daarmee te doen dat zij hier die foute leer propageren. En in de hele wereld hebben wij die virus in onze hersenen gestrooid gekregen, dat er blijkbaar een nieuwe staat van Israël moet gaan komen, die dan in 1948 opgericht werd. En dat er dan nu een tempel gebouwd moet worden en deze tempel dan zelfs de remedie is voor het coronavirus en nog andere dingen blijkbaar. Dus nu gaan ze deze tempel gaan pushen. Dat, meine lieve broers en zussen, dat is de ware reden voor deze epidemie en pandemie. Om de wereld te controleren, om dan zoiets door te drukken en de hele wereld zegt van ja! Laat de Joden terug den Tempel bauen. Laat de Joden terug an Offeringen gaan beginnen. Want Jesus was niet het enige ware Offer. Ja. Hoe stond dat nog hier in dat Gebet, wat wir da juist besproken hebben? Hier? Hoe stond dat dan nog in? Ja. Die gestorven is voor onze ziekten. Die gestorven is voor onze ziekte, maar niet voor onze zonde, hè? Nee. Jezus is dus niet, de Jezus in de Romeins-Katholieke kerk is niet de Jezus van de Bijbel. En Israël, dat daar vandaag op het gebied van Palestina ligt, is een vleeselijk Israël dat niet berouwd heeft, dat zich niet bekeerd heeft tot Jezus Christus, dat Jezus Christus vandaag de dag nog altijd zo afleunt, gelijk ze hem 2000 jaar geleden afgeleund hebben. Yes. En ik zeg het, dat is zo diepgaand, daar kunnen we nog heel veel zendingen over maken, maar ik vond het eens heel interessant om vandaag vanuit de corona hype die op deze wereld voor het ogenblik aan het lopen is, daarover te gaan beginnen. En nu heb ik mijn zegje gedaan en jullie kunnen zelf beslissen of dat ik hier nog die artikel verder lees, of dat jullie zo nog iets willen zeggen over ook of dat wat ik daar juist gezegd heb. Zeg maar een keer hoe we verder gaan doen, jongens. Nou, jij mag het zeggen, Michael. Ik ben wel benieuwd aan nog wat meer tekst van dat wat Jörg gevonden heeft. Maar als jij nog wat wil inbrengen. Ja, ben ik ook blij eens met. Ja, dat Jörg nu vertelt wat hij ook gevonden heeft. En ik weet een beetje wat. Ik weet een beetje wat, maar ja, laat hem maar een beetje vertellen. Goed, ik heb die artikel een keer een week geleden eens een keer doorgelezen. En dat is gewoon, we moeten zich daarvan bewust zijn, we zijn hier over de Jesuiten bezig. Dit komt dus rechtstreeks uit de mond van de serpent. Ja. Van de slang. Van de slang. Ja? Rechtstreeks. De katholieke kerk heeft ook een heilige corona. Wie heeft dan nog een heilige corona? Als de katholieke kerk een heilige corona heeft, voor wie is corona dan nog heilig? Dat zou ik toch graag eens niet willen weten. Ze is zelfs de beschermheilige tegen epidemieën. Dat is ja wel praktisch, hè? Ja, heel handig. Vader Thomas Gertler, SJ, Sociedad Jesus, keek naar de heilige en ontdekte dat ze ons echt kan helpen. Niet Jezus Christus kan ons helpen, niet de Vader in de hemel kan ons helpen, maar de quote-unquote, of tussen aanhalingstekens, heilige Santa Corona. Ja, en dan heb ik nu een vraag, een satirische vraag. Ja. Tegen wat kan Santa Claus ons helpen? Tegen dat we geen geschenken hebben. Cadeautjesloosheid. Ja. Oké. Je zult nauwelijks denken dat het mogelijk is, maar in feite heeft de heilige kalender van de katholieke kerk voor ons een heilige corona. Zij is een martelaar uit de tweede eeuw. Oh. En bij een bedevaartskerk in Beieren, het meest katholieke bundesland van Duitsland, lees je, citaat, vermoeide zwerver sta stil, rust uit in Sankt Corona. Beveel haar vroom aan in gebed, als je veel verdriet en zorgen hebt. Einde citaat. Ja,
En dat willen we nu een beetje doen en rusten in Sankt Corona. Voordat we misschien een langere periode van stilte krijgen, zoals sommigen Leuzern empfehlen in Italië en empfehlen in China. Sehr geschickt, um Tagen von Reflexie auf selbst Retretes zu hauen. Ne? Retretes hört bei der spirituellen Oefeningen von den Jesuiten. Ja, ja. Het Coronavirus was erst ver weg. Wat kan het mij schelen als in China een zak rijst omvalt? En nu staat Milaan in quarantaine. Er mogen geen evenementen plaatsvinden en zelfs bij ons is het beter om evenementen met meer dan 1000 deelnemers niet te houden. Dat artikel is al een week of twee oud, hè? Van 11 maart, hè? Dus aha. 14 dagen bijna oud, vergeet dat niet. Hè? Ondertussen is hier ook al veel veranderd. Okay? Ja. En zelfs bij ons is het beter om evenementen van meer dan 1000 deelnemers niet te houden. Plots komt het dichtbij. Alles wordt verwacht, maar niemand dacht aan een wereldwijd virus. Ja, iedereen dacht van, oh, de economie stort in, een oorlog gaat komen, de maan valt op de aarde, een asteroïd valt er binnen, of wat dan ook, maar een virus, daar had niemand aan gedacht. En nu is het daar en heel dichtbij. En het komt dichterbij, dat staat vast. En velen zijn in paniek. Hamster koopt mondbeschermers, ja, dus hamster kopen, dat wil zeggen dus voorraadkoper, ja. Ja, ja. Dus heel veel voorraad in de winkels kopen. Ja, hoe noemen ze dat? Ja, de hamsteraar koopt, maar ja, het maakt niet uit, we snappen het. Oké, hamsteraar koopt mondbeschermers en ontsmettingsmiddelen en nu ook permanent voedsel. Begrijpelijk en natuurlijk overdreven. Met dat wat ik hier juist voorgelezen heb, is een keer aan Matthäus, aan Johannes kapitel 16, vers 33. Weet je nog? Dat was die van... Ik heb er net twee gehad. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat jij en mij vrede hebt. Ja. In de wereld zult jij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ja. Ja. Dus als we dit lezen, moet je die dingen die we daarvoor natuurlijk besproken hebben in achterhoofd gaan houden. Ja, ja. Allereerst kan Holy Corona, dus de heilige corona, ons helpen kalm te blijven en redelijk te blijven. Omdat het ergste onze fantasieën en horrorideeën zijn. Daarom heb ik meestal veel meer angst voordat een evenement in examen, in wedstrijd of in corona plaatsvindt. Als het komt, is de concrete ervaring meestal niet zo slecht. Als de verbeelding ervoor. Waarom? Omdat de realiteit altijd veel uitgebreider is dan de binnenfilm daarvoor. En dan is er altijd Gods hulp. Alles te spreken wel eens een keer van God. Ja. Heeft wel een paar alinea's geduurd, hè? Ja. En dat is het tweede waar Saint Corona of de heilige corona ons mee kan helpen. Ons in Gods handen te vertrouwen. Dus we hebben de heilige corona nodig om naar God te komen. Hè? Mm-hmm. Snapte de subtiele bedrog die er weer in gekropen is? Ja. Dat heeft ze zelf gedaan. Volgens de legende kwam ze op voor de soldaat Victor in een vervolging van christenen in de tweede eeuw en hielp ze hem toen hij een gelovige werd en de marteldood stierf. Zelfs toen kwam ze in het vervolgingsapparaat en werd wreed vermoord. Ze kon zo dapper zijn omdat ze in Gods hulp geloofde en erop vertrouwde. En daar kan ik ook geloven. Gods hulp en vriendelijkheid zijn er en begeleiden mee. Gods hulp en vriendelijkheid zijn er en begeleiden me in elke situatie van mijn leven. Ik heb het in Nederland nog niet gelezen, excuseer me, dus voor de verkeerde betoning hier en daar. En het derde dat heilige corona ons kan vragen, is niet alleen na te denken over onszelf en ons eigen voortbestaan. We hebben dit net gelezen. Ze hielp de christelijke soldaat Victor. Ze had helemaal geen oog voor zichzelf. Zodat hij hulp en steun kreeg, kwam ze naar voren. Dat is nu belangrijk. Erken de behoefte en ondersteun waar mogelijk en ik kan bijvoorbeeld een ouder echtpaar in ons huis. Vooral nu niet door je eigen egoïstische gedrag anderen in gevaar brengen. En dat betekent ook het advies en advies opvolgen.
Dat wil zeggen van, dat betekent het advies en advies opvolgen dat de regering u geeft. Dat wil zeggen, wees gehoorzaam. Ja. Of zoals ze in Engels zeggen, obey. Ja. Don't question authority, obey authority. Ja? Stel nooit autoriteit in vraag, volg blindelings. Doe alles wat ze zeggen. Ja. En dat zijn precies die mensen waar ik op straat mee problemen heb. Gelijk die verkoper in de biowinkel vandaag, waar ik problemen mee heb. Mm-hmm. Waar ik bij wijze van spreken een ruzie mee ga aangaan, omdat die zich zo dom gedraagt, omdat die gewoon niet bereid is om zijn eigen twee hersencellen niet in gang te zetten. Ja. Ik moet aan de kassa van de biowinkel, daar staat een lege winkelkar. Mm-hmm. En hij staat achter die winkelkar naast de kassa van hem. En ik kom met mijn winkelkar naast dat lege winkelkar gereden. Dan zijn daar mijn inkopen in. Ik haal mijn tas die ik meegenomen heb om mijn inkopen daarin te doen in dat lege winkelkar. En hij neemt die producten die ik wil kopen uit dat winkelkar, scant ze en doet ze in de lege winkelkar. Ik vraag hem dus vriendelijk, ja alsjeblieft doe dat toch in die winkeltas die ik daar gezet heb. Mm-hmm. Nee, dat moet ik buiten gaan doen. Ik zeg maar waarom? Ik zeg van die winkeltas krijgt er nog geen corona. Mm-hmm. Hij doet dat dus met opzet naast die winkeltas. En als ik me dan voorleun om die spullen te pakken en in de tas te doen. Oh ja, je moet genoeg afstand houden. Ik zeg, ten eerste heb ik nog altijd meer dan een meter afstand. Ik zeg en ten tweede, pak die dingen toch gewoon in die tas in plaats van in dat kar. Mm-hmm. Dan sta ik toch ver genoeg weg. Wat is het probleem? Voor we die coronaziekte hadden, hebben die verkopers erop gestaan dat zij de tas moesten pakken. Niet wij, als klant. Wij gingen die dingen niet inpakken. Zij gingen die dingen pakken. En we hebben hier en daar natuurlijk geholpen. Maar zij hebben die dingen in de tas gepakt. Is dat nu een tas? Is dat een karton die je meeneemt? Of een doos? Of wat? Speelt geen rol, hè? Mm-hmm. Waar je dan ook wilt in hebben, hè? Zij hebben dat altijd gedaan. Nu had die vent geen masker aan, maar die had wel handschoenen aan. Dus als ze zich wil beschermen, ja, oké. Okay. Maar wat is nu het verschil tussen, alsjeblieft, die spullen op te nemen, te scannen en in dat kar te doen, of in die tas in dat kar te doen? Kan je mij dat uitleggen? Ja. Dat kan mij niemand met twee denkende hersencellen uitleggen. Nee. En dat heeft me dus heel kwaad gemaakt. Hè? Dat is pure hysterie. Ja, precies. Ja. En van zo'n mensen word ik dus zot, hè. Ja, en dat zijn dus mensen die het advies opvolgen. Ja? Dat wil zeggen, dat zijn mensen die blindelings de autoriteit volgen. Die blindelings doen wat de, tussen aanhalingstekens, regering hun zegt. Mm-hmm. En die nog niet eens daarover nadenken of dat het ook redelijk is. En of dat het ook goed is, of dat het ook een zin heeft. Ja. Dat wordt helemaal niet in vraag gesteld. Zo mensen stellen bevelen van boven niet in vraag. Ja. Dan zijn ze precies dat, wat die mensen zijn, waar deze website hier vandaan is, Jesuiten. Dan zijn ze precies gehoorzaam, zoals een kadaver. Ja, ja. En ik denk, ja, dat is ook de bedoeling. Die bedoeling is dat die mensen niet snappen wie die vijand is. Ja? Die mensen zullen tegen de mensen aangaan. Dat is de plan. Ja. Het staat toch geschreven dat in de eindtijd broeder tegen broeder zich gaan opheven. Ja. Dat is precies bedoeld. Ja. Die soort chaos, die willen ze nu. Zij gaan nu het kaf van het koren scheiden, mijn lieve vrienden. Zij gaan nu een keer zien wie luistert naar ons. Hoe volgt ons advies op? Hoe volgt onze bevelen op? Mm-hmm. En hoe weerstaat ons? Nu is de tijd voor ons dat wij Shadrach, Meshach en Abednego zijn. Je weet wel, die drie Joodse hulpen, zeg ik maar, van Daniel in Babylon in een tijd, die in kapitel 3 niet wilden neerbuigen na dat beeldenis van Nebuchadnezzar. Die dus geen rebellie gedaan hebben, maar die gewoonweg niet geluisterd hebben. Het bevel was van den ogenblik als die muziek verschijnt, als de fluiten dingen en de doedelzak en bla bla bla, ik
ken al die instrumenten niet van buiten. Als al die muziek gaat spelen, dan ga je neerbuigen tot dat beeldenis dat Nebuchadnezzar gemaakt heeft, dat gouden beeld van 60 ellen hoog en zo verder. Iedereen moet dan neerbuigen daarnaartoe. En ze hebben gezegd, van, dat doen we niet. Nee. En dan zegt de koning, als je dat doet, dan smijt ik je in deze hete vuur. Ja. In deze oven. Ja. En dan hebben ze gezegd, of dat je ons in een oven doet of niet, of dat we daar een dood kan of niet, dat kan ons niet schelen. Onze God, als het hem bevalt, haalt ons daaruit. En als niet, dan gaan we nog niet daarvoor buigen. Wij gaan niet buigen. Ja. En hij smeet ze in de oven. En Nebuchadnezzar stelde vast, ik heb er nog maar 3 in de oven gesmeten. Waarom zijn er daar 4? En de 4e die ziet eruit als de zoon van de mens. Jezus Christus dus. Daniel, een schitterend boek. Kom maar altijd terug. Maar dus deze hele heisa nu met corona is daarvoor daar. Dat is één van de redenen. Ik zeg niet dat is de reden, maar dat is één van de redenen om het kaf van het koren te scheiden. Wie luistert naar de regering, naar de autoriteiten en wie verzet zich? En iedere christen gaat zich verzetten. Waarom? Omdat wij vrijgemaakt zijn met de vrede van Jezus Christus. Ja. Ja, we kunnen eigenlijk er niks aan doen dat we ons verzetten. Voor ons is het geen keuze. Het is geen oppositie. Het is voor ons het denken en handelen vanuit de waarheid. En vanuit de waarheid doe je niet mee aan malligheid. Omwille van dat we maar één meester hebben. Ja, natuurlijk. Die wij luisteren. Hè? Die de weg, de waarheid en het leven is. Ja. Precies. Vrij makkelijk. Mooie afsluiting, ja. Ah, wil je het als afsluiting gebruiken? Oké, prima. Dan gaan we het volgende keer. Ja, het uur aan, dus... Ja, oké, anders had ik gezegd, laat ons die artikel nog even ten einde gaan doen. Oh, sorry. Oh, nee, natuurlijk. Ik dacht dat je... Want ik wil... Ja, ga door. Ja, nee, we gaan direct een afsluiting doen. Ja. Hoe ik ook denk, zegt die schrijver van deze jezuïtische artikel verder. Nee, ik moet nu naar de eerste hulp. En nog één ding dat we in deze situatie moeten houden, is humor. Daar heb ik nu echt geen probleem mee. Maar het probleem is dat mijn humor van de meeste mensen niet verstaan wordt. En ik denk dat jullie twee mij heel goed begrijpen. Want jullie hebben hetzelfde. Ja. Het helpt ons afstand te houden en onszelf niet te serieus te nemen. Ik hou van mensen die nu dit Coronex Ratio Farm medicijn sturen voor paniek en om te lachen. Helaas heb ik geen copyright vermelding voor de foto, want die kwam net langs via WhatsApp, dus alleen een link naar een foto. Ik hoop dat er geen problemen zullen zijn. Sancta Corona Help. Jeetje. Link naar een foto en dan gaat dit hier open. Coronex Ratio Farm. Anti-schmalspur, antidioticum tegen panikmakerij en hamsterkorpen. Ja. Ah, ja, dat is een grapje. Ja, tuurlijk, dat is een grap. Ja, dat is die humor, hè? Ja. Oké, wat dat beeld hier ertussen te doen heeft, dat weet ik niet, maar het gaat dus over dit hier, hè? Dat is dus zijn humor, die hem zich bijgehouden heeft. Ja, en zover dat artikel van die Jezuïet. En ik wil heel graag Perry toestaan dat hij nu nog eens een keer een kleine eind... pleidooi houdt voor onze zending die we vandaag gedaan hebben. Ja. En Michael waarschijnlijk ook nog een keer voor een laatste opinie gaat uitnodigen. Nou, ik vond het super tof. Michael, Michael, doe jij mee even als eerste de afsluiting. Dan kan ik gelijk eindigen met het beroemde tjus. Ja, dat kan jij doen. Ja, ik heb daar geen bepaalde woorden voor, ja. Dat is een propagandamachine. En die is op 100%. En daar is geen andere dingen die genoemd wordt, maar dit corona-dingen. En dat is altijd voor mij een teken dat daar iets anders aan de hand mit is. Daar zullen verschillende dingen zijn op dit moment die gedaan worden. Op de financiële sector, op de gezondheidssector,
op de politische sector, op de militärische sector, waar niemand over praat. En dat is dat ding wat mij een beetje verdrietig maakt. En niet de coronavirus. Daar zijn andere dingen achter. Ja? En dat, ik heb daar ook één of twee ideeën van, of verschillende ideeën van. Maar weet je, dat is... Wie mijn vriend zegt in het ziekenhuis, het probleem is niet de coronavirus, het probleem zijn de mensen. En dat hele grote probleem is dat die mensen werden gemanipuleerd. Ja, dat is het ding, als iedereen over dit virus praat, dan is dat een heel grote ding die daar komt. Ja. En dat heeft niet veel te doen met de corona. En dat is mijn... mijn laatste woorden vandaag. Prima. Nou, beste allemaal. Ik vond het ongelooflijk interessant. En jullie denk ik ook. Om te weten hoe het in België gaat. En hoe het in Duitsland gaat. En ik wist eigenlijk niet dat het, dat het in Duitsland en België al wat verder opgerukt is dan hier. Met die maatregelen van de overheid om ons allemaal in huis op te sluiten. Want daar komt het op neer. We worden opgesloten in huis en de middenstand gaat kapot. En straks laten ze ons weer los. En dan denken wij boodschappen te gaan doen. En dan kunnen we alleen nog maar boodschappen gaan doen bij de Intermarché superdinges. En dat was denk ik wel zo'n beetje een bijkomend effectje wat ze wel aardig vinden. Ik wil nog één kort dingetje zeggen, Perry, voordat je volledig afsluit, alstublieft. Ja. Eén ding wil ik nog eventjes zeggen. Ik heb dat tegen mijn moeder al gezegd en ze heeft mij uiteindelijk ook toegestemd. Mm-hmm. Als deze hele corona-hype voorbij is, hoe lang dat ook kan duren, 3 weken, 3 maanden, 3 jaar, speak in rol. Hoe lang het ook kan duren, de wereld kan nooit meer dezelfde wereld zijn die we voor maart 2020 hadden. Ja, ja, ja. Wij gaan terugkeren naar een nieuwe wereld. Ja. En we gaan zien dat de agenda van de nieuwe wereldorde. De duimschroeven zijn nu in gang gezet en ze blijven squeezen. Ze blijven drukken. Ja. Deze coronavirus heeft zoveel gevolgen. En Michael heeft er juist een paar genoemd en jij hebt er ook een paar genoemd. Economisch, militair. Ook dingen die nu al spelen die wij niet te weten komen. Omwille van dat iedereen zich focusseert op dat virus en niet op die andere dingen die in verborgen lopen. En daar vertelt de Bijbel ja van, dat die mensen altijd iets in verborgen doen. Denk maar bijvoorbeeld aan Jesaja 29, 15. Ja, ik weet het misschien niet uit mijn hoofd, maar de kijkeraars ook niet. Ja, dan moet ik het eventjes een keer open doen. Jesaja 29, 15. Ik heb daar een video van. Ja, ja, wat ik altijd op het einde van mijn video's, of vaak op het einde van mijn video's ga tonen. En wacht eens, Jesaja hier, Jesaja en dan 29, vers 15. Wee degene die zich diep... Ik kan het niet hebben, diep, maar jij diep, kan het... Diep, ja, wee degene die zich diep versteken willen voor den Heere, hun raad verbergende... En welke werken in duisterheid geschieden. En zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Ja, precies. Ja. Ja, geweldig. Ja, dus ik heb gezegd, ik heb het aangekondigd, dit gaat meer een bijbelse blik op corona bieden. Ja. Maar ik wilde Perry ook niet onderbreken in zijn eindpleidooi, dat ik heel mooi vind. En ik wil ook graag dat je dat afmaakt. Ja, ja. Maar ik moest eventjes een keer die punt inrooien dat ik zeker daarvan ben, dat die wereld die we tot maart 2020 hadden, die zien wij zo nooit meer terug. Klopt, helemaal waar. En met deze wellicht onheilspellend klinkende woorden, dat is alleen maar onheilspellend als je ongelovig bent. Als je gelovig bent, dan is die hele aardse wereld, dat was toch al een festijn van voorbijgaan, een schone schijn. Dus het enige wat... voor ons geldt, dat is de weg, de waarheid en het leven en onze Heer Christus Jezus. Punt. En alle andere gekkigheid, het is chaos, meer niet. En het is in die chaos dat de gelovige mens
de waarheid blijft zien en de waarheid blijft betrachten. En that's it. En de waarheid is geen sikkepit veranderd. De wereld misschien wel, maar de waarheid verandert nooit. En kan ik in alle geruststelling tegen iedereen zeggen die gelovig is. Tjus en tot de volgende keer.